Rennen nou! Kom, geef. Ja, rennen. Omhoog. Creeper. Hoi en welkom bij een nieuwe aflevering van David en Do, waar ik dus mijn 8-jarige nichtje Minecraft ga leren. Zoals ik al in de eerste aflevering heb gezegd, hou een beetje rekening mee dat ze nog heel erg jong is, dat het een harms is, dus dat ze net zo brutaal als mij kan zijn. Heel veel mensen hebben het over, voed dat kind op. Ik vind het prachtig zoals ze zo is. En wat je dus vandaag gaat zien is Dominique en ik die verder gaan met onze iron en het huis. Net als de vorige keer kun je gewoon een like achterlaten en gewoon een reactie achterlaten. Staan ze op goedgekeurd. Want het aantal reacties die ik gelezen heb, die ik dus niet doorgelaten heb, echt kom op. Heel veel plezier met kijken. Maar wacht, voordat je met de iron begint. Dan moet je het wel goed doen, hè? Dus, als je nou je TNT plaatst, zou de iron dan nog bestaan of niet? Nee. Oké, dan gaan we het hakken. Er zit nog achter. Ja, duh. Ja, dat weet ik toch niet? Dat moet zit er altijd achter. Moet ik het dan weten? Heb je wel vaker iron? Ja, soms. Oké. Maar nog één. Pakken. Nee, nu nog niet. Nu moeten we zo echt naar boven. Oh, nog meer. David. Kijk hoeveel. Gaat toch niet Wat nou als we nou in de lava vallen? Dan zijn we alles kwijt. Haha. Okay. We gaan naar boven? Ja. Oké. Okay. En snel. En dan moeten we dat dus ook gaan omsmelten. Ja, dan... Hoe smelten we dat ook weer om? Weet je het nog? Met hout? Want we hebben nog geen kool. En dan gaan we even kool maken. Ja, kunnen we dan zo eindelijk zo'n vark of schaap dood hakken? Lieve schat, als jij dat wilt doen... Doe je ding. Ga jij maar dood hakken. Moet je wel het zwaard pakken, niet met een bijl. Dat is een beetje lomp, hè? Sst. Ga dood. Jemig. Hé, ze kunnen ook een bed maken. Ja, pak hem. Ja. Voor mij kunnen we een bed maken. Ja. Nou, ga even je eieren in de oven doen, lieverd. Lief. Of eerst eigen kool maken. Ja, je weet dat we ook nog een dak moeten maken. Ja, dat komt wel. Hou je niet van de regen? Je niet. Oké, okay. Nou, moet ik het doen? Ja. Oké, okay. Gaan we naar de oven en dan gaan we weer even bakken. Ik zie dat we hier... Zullen we ondertussen een bed maken of een dak? Wat doen we eerst? Bed. Oké, dan moeten we even kijken. Hebben we hier de wol? We hebben ook honger, hè? Ja, een beetje. Ja. Kijk, een bed maak je zo. Wol en hout. Hoppakee. Ja. Mag ik het dan neerzetten? Ja, dat mag. Zullen we wel eerst een plek gaan bedenken? Ik weet er al een. Ja? Boven jouw kuil zeker? Nee. Nou, waar komt die dan? Waar komt het bed? Dat is heel geheimzinnig. Oh, waar dan? Nee, niet beneden. We gaan dan niet in de kelder slapen. Is dan de kelder? Zet hem maar gewoon lekker daar neer. In de hoek. Ja. Nee? Moet hem daar op plaatsen. Daar. Ja, zo. Dat wil niet. Waarom lukt het niet? Wat heb je gedaan? Oh, dat wil wel. Nee, maar we kunnen nog niet slapen, want het is niet nacht. Hey, voordat je nou weer op avontuur gaat, Druif, voor mij kunnen wij onze kool eruit halen. Zie? Dus dan doe je onderop. Dan mag het hout mag weg. En dan leg je iron, die leg je erin. Dan hebben we straks 12 iron. En dan ga ik helemaal in mijn eentje bepalen wat we daarmee gaan doen. Oké. Jij hebt daar niks over te zeggen. Nee. Oké. Dat is de eerste al. Iron. We hebben een veel betere grot. En die zit buiten. Ja, en straks wordt het nacht. Nou ja, dan moeten we dus eigenlijk ook nog een dak maken. Zal oom David dat maar even doen dan? Kan ik ook, hoor. Ja? Kun je dat ook? Ja. Nou, laat maar zien dan. Met dirt? Ik zou het niet met dirt doen. Doe maar met hout. Dat is mooier. Je hoeft niet een trappetje te maken. Ik maak geen trap. Nee. Dat moet ik even doen, want dan hebben we iets hoger huis. Nee, maar dan kunnen we straks een tweede verdieping doen. Als je nou gewoon een dak maakt... Oké. Okay. Maak maar gewoon een dak, schat. Dan hoef je trappetje niet weg te halen. Het is alleen maar te plaatsen. Oh. Nou, hop. Kijk. Dominique weet heus wel hoe je een dak maakt, hoor. Dominique is slim. Te groot en zo zie ik niks. Zei ik gangster? Zo. Cool. Oh, het is klaar. Mooi. Dan ga ik even met mijn ijzer even kloten. Kom maar. Dat ga ik even doen. Alles is al klaar. Wat willen we? Een zwaard, een pickaxe? Wat gaan we ervan maken? Wat wil jij?
Ik wil een pickaxe. Dan maak ik een pickaxe. En jij wil een zwaard? Nee. Nee? Oké, dan bewaren we de rest van de iron even. Ja. En, doe de deur! Oh, ik vergeet weer die stomme deur. En een trappetje. Jee! Dat is wel makkelijk, hè? Maar dan doen we daar ook even, wat ziet er mooier uit. Vind je niet? Dat heb je ook gedaan bij de En doen we hier ook een afdakje. Kunnen we in de regen kunnen we staan. Kunnen we buiten kijken, zonder dat je nat wordt. Kom, ga naar beneden. Hoe diep gaan wij uiteindelijk graven? Niet heel diep. Maar... Waarom niet? Vind je dat eng? Nee, maar... Oh, Dominique vindt het eng. Nee, maar misschien vinden we een grot en dan staat er daarvoor een zombie. Ja, maar jij kan toch heel goed zombies verslaan, heb je net laten zien. Ja, ik ben maar niet bang, zolang jij erbij bent, ben ik niet bang hoor. Jij fixt dat wel, die zombies. Jij bent een zombiefixer. We gaan naar beneden en we zoeken naar die grot. En als we de grot gevonden hebben, dan gaat alles kapot. En maar Dominique is stom, allé, allé. Maar als ik kies dat we naar, weer naar boven gaan, gaan we dan. Direct. Als jij zegt stop, als je zegt van kijk eens die kant op. Naar boven, naar boven. Ik zie dat het avond wordt. Ja hoor, het is nog licht. Oké. Het is 100% licht, weet ik zeker. Echt waar. Kijk! Wat is dit? Weet ik niet. Kool! Pakken dan! Ja, doe ik ook. Pakken. Ik ben niet zo'n idioot die onder zijn voeten weg gaat graven. Dat is een beetje dom als je dat doet. Dus ik doe het heel voorzichtig, stukje voor stukje. Kijk hoeveel er zit, hè? Ja, maar als ik kies dat we gewoon naar boven gaan, gaan we naar boven. Direct. Jij bent wel van de orde houden, hè? Je bent wel duidelijk. Zal ik dit nog even weghakken voordat we naar boven gaan? Alleen dat stuk. Oké. Ja, dit is wel goed. Nee, we moeten gewoon alles hebben. Waarom ben je zo bang? Het maakt niet uit dat het donker is, Do. Nee, straks valt er een creeper in. Hierin? Ja. Nee joh, die durft helemaal niet naar beneden te komen. Nee, en de Skelemovo. Skelemovo? Dat zei je laatst. Stop. Ik ga wel het trappetje maken, anders komen we natuurlijk nooit meer terug. Zo. Oké, en dan gaan we weer verder naar beneden, hè? Nee. Niet? Naar boven? Ja. Ik had het nog niet gehoord dat je naar boven gaat. Naar boven. Oké, ik ga al, man. Ja, zie je? Slavendrijver. Zal ik even eten eerst? Want anders is het eten een beetje op. Zo, dat is genoeg. Daar gaan we dan. Nou, en jij zegt dat hier mofo's zijn. Het regent. Stil, laat mij dit doen. Ja, nee, pas op. Ik ben bijna boven. Je ziet wat? Naar binnen. Oké. Deur dicht. Weet je wat, we zijn één ding vergeten. En dat moet heel snel. En dat kan ik wel. En dat is namelijk glas. We hebben geen glas. Snel! Ja, ik ben bezig. Ik kan niet sneller. Omdat we dus een beetje traag. Nee, pas op, schatje. Straks schiet ik uit. En dan voor je het weet, dan komt er een creeper aan. Weet je wat creepers zeggen? Nou. Die zeggen heel vaak gehakstaaf. Ik weet ook niet waarom. Maar dat zeggen ze. Raar, hè? Hoeveel hebben we? 17. Oh, rennen. Oh, ga naar binnen. Het regent. Helemaal nat. Oh. Dat zag je niet. Dat zag ik. Mag jij glas maken? Yay. Doe je ding. Hoe doen we dat? In de oven. Gooi je de glas erin, de zand erin. Bovenin. En daar komt de glas. Dan kunnen we hier lekker op wachten. En wat gaan we ondertussen doen? Want jij was zo graag aan de knoppen. Wat zijn knoppen? Ja, de muis en het toetsenbord. En nu? Oh ja, wat ik nu wil doen. Zijn we weer je stomme grot in? Ja. Natuurlijk. Hé, hey, is niet stom. Nee. Jij bent stom. Ik zou wat verder naar beneden gaan als ik jou was. Ga ik ook. En hier kunnen geen creepers vanaf achter komen, hè? Nee. Kijk, zo graaf je tunnels doof. Jij snapt... Ha! Ah! Oh ja, en ik ben niet goed wijs. Nee. Kijk dan. Je bent hartstikke gek. Zo gek als een deurmat. Nee. Niet onder jezelf graven. Straks val je in de lava en dan heb ik het weer gedaan. Dan is het weer huilen. Is het weer blaren. Sst. Oké. Dat is hartstikke veel, joh. Ja. Je wordt een rijke tata. Nog niet. Ben je een rijke tata? Ben jij een rijke tata? Ja, oké. Waar is ons iron? In je inventory. Dus dat heb je wel. Maar dat zie je als je op E drukt. Doe je allemaal. Ik ga hem boven. Levensgevaarlijk. Zou je het niet even in de kist doen? Wat nou als je doodgeschoten wordt? Ja.
Oké. Okay. Jij had er 7 en ik had er 12. Wie is er nou beter? Ja, maar jij zei dat die grot eigenlijk niet goed was. Maar eigenlijk wel. Dus ik heb dat eigenlijk verzonnen. Daar ben ik helemaal mee eens. Jij bent eigenlijk toch stiekem toch wel heel goed. Als je nou wil dat het niet meer nacht is, we hebben nou een bed. Dus dan kun je het in één keer dag maken. Willen we dat? Nee. Hou je wel van de nacht? Ja, want dan kunnen wij nog even, misschien nog even heel goed nadenken wat we nog allemaal gaan bouwen. Oké. Okay. En dan kunnen we nog allemaal dingen doen. Ja, we hebben nog geen echt mooi dak bijvoorbeeld. Hey. Wat? Ik heb een bak. Ga je de iron nog een keer in die kist doen of hoe zit dat? Ja, dat is niet de iron, dat is de hout. Die mag je wel houden. Die hoef je niet terug te doen. Die hoef je ook niet terug te doen. Die wil je graag houden. Hier. Yes. Zal ik maar weer even? Wacht even. Wat ga je doen? Gadverdamme, je gaat vies vlees eten. Nee. Dat is nog niet gebakken. Gek. Nee, maar... Het is geen filet Amerikaan. 17 glas, dames en heren. Haal hem maar uit. Waar gaat het? Zet hem naast de appel. Dat is prima. Oké, escape. Dan ga je naar de workbench. Ja, die. En dan pak je de glas en die zet je neer, zo. 6 stuks. En... Kijk dan. Dat is heel mooi. Kijk. Nou, zal ik dat eens even plaatsen? Ik kan het namelijk heel goed. Ik ook. Oh. Wat er? Niks. Ik vond het gewoon leuk hoe je op die knop drukte. Duurt wel lang dit. Niet misplaatsen, hè? Dan ben je ontslagen. En wie wil ons nou nog beschieten dan? Dat kan niet meer. En nu kunnen we ook heel rustig gewoon naar buiten kijken. Ga je nou zelf weer de grot in terwijl ik de grot uit moest? Dit is niet eerlijk, Dominique. Nee. Ik heb ook rechten. Ik kijk heel even of er echt niks meer in zit. Nee, er zit niks meer in. Het is allemaal weg. Ik keek voor de zekerheid, hè? Oké. Okay. Anders moeten we nog een keer graven. Snap ik. Nee, we hoeven niet te graven, hoor. Zeker niet in die grot van jou. Rechtermuisknop. Ga je liggen? Ja. En dan wordt het donker. En nog donkerder. En nog donkerder. En in één keer is het licht. Tada! Goed, hè? Dan zeg je... Goedemorgen, Minecraft Dorp! Goedemorgen, Minecraft Dorp! Hallo! Hallo! Hé, wat ga je doen? Naar beneden. Waarom? Want dan vinden we misschien nog iron. Nou, hakken. Nee, niet die kant op. Daarheen. Zal ik, weet je, van mij kan ik heel goed graven. Ja, ik... Zal ik dat even doen? Kom maar. Waarom? Ja, omdat je nou een beetje heel erg klemerig bent. Je wilt het alleen maar zelf doen. Nee. Dan ga je zo meteen dood en is het, waarom had je me niet gewaarschuwd of geholpen? Je pickaxe is zelfs kapot. Ja, omdat we die hartstikke vaak gebruikt hebben. Kijk maar. Heb ik gebruikt. Gebruik die andere maar. Eén naar rechts. Pickaxe naar rechts, juist. Oké, okay. Hakken. Ah, Dominique, duurt lang. Oh, ik was al lang beneden geweest. Oh, het duurt zo lang, Dominique. Gaan we gewoon naar boven. Jemig. David is de geweldigste Minecraft-speler van heel Nederland. Ik heb mijn mond nog David dicht. David is cool. Ik heb mijn mond... Oh, dankjewel, Do. Ik had mijn mond nog dicht, hè. Ja? Dus dan kan ik niet praten. Hé, hey, ik heb een... ik heb een vraag. Terwijl jij aan het spelen bent. Vertel. Weet jij wat een natte klap is? Een natte klap? Ja, dat wist ik al. Je hebt me laten schrikken, joh. Kijk maar. Oh, kom maar. Dit is mijn mogelijkheid om eindelijk terug te komen. Haha, zo, dan ben ik weer aan de beurt. Nee! Oh, we moeten gauw. Oké, dit komt goed. Ja, wat doe je? Hé. Hey. Ik zou zeggen. Ja. Je, dan weet je het huis niet eens meer te vinden. Oh nee. Nee, waar is het huis dan? Even lopen. Volgens mij ben je het huis kwijt. Zie, nee. Je gaat alle kanten op. Waar is het huis dan? Hoe ga je dit nou weghalen? Want dan kan ik beter zien. Oké. Okay. Maar? Ja. Oh, daar is het huis. Och, ik schrok al. Ik was hem al helemaal kwijt. Maar ga je nog wat doen? Je bent een beetje aan het rondlopen. Je hebt een weinig hout. Ja, omdat ik nu ook ga weer... Met hout gaan. Oké. Okay. Als je niet 30 hout hebt in 10 seconden, nee. Dan krijg je een natte klap. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
30. Oh, net op tijd. Nou, goed zo. Zeg maar, mag ik ook nog eens een keer spelen? Want je bent alleen maar zelf. En zo kan ik je niks leren natuurlijk. Wat moet ik leren? Nou, hoe je een oven moet maken, hoe je in bed slaapt. Ik weet al. Hoe je iron moet... Weet ik al. Ja, nu wel. Oké. Maak eens even een anvil. Wat is een anvil? Oh, dat weet je niet. Nee, ik zeg toch ook niet dat ik alles weet. Oké. Ik zeg niks. Nou ja, zeg. Zometeen mag jij. Oké. Het duurt nogal lang. Stil! Je moet misschien wel even bij mij vertellen dan wat je gaat doen. Anders zit ik maar een beetje te kijken zo. Kan ik net zo goed twee gaan kijken of zo. Als ik niks aan toe te voegen heb. Ik ga in mijn magische grot. Oké. En meer iron proberen te zoeken. Nog meer iron. We hebben al iron. Ja, weet ik. We hebben al zoveel iron, dan heb je nog niet eens allemaal gebakken. Rennen, doe! Kom, geef. Ja, rennen. Omhoog. Creeper. Die grot voor jou is niet goed. Nee, doe dat niet! Doe, wat ga je doen? Dit. Dan kan hij alsnog raken, hoor. Doe, hij kan je nog... Oh. En graag gedaan. Hier gaan wij niet meer in. Nee, ja, natuurlijk wel. Nee, ik ga hem dichtmaken. Waarom? Oh, dat weet ik al. Omdat je bang bent. Nee, zal David even laten zien hoe je de creeper uitschakelt? Wij gaan hier gewoon niet meer in. Oké. Kijk maar. Want als we nog een keer gaan, je mag blij zijn tot een creeper was. Het kon net zoals een skeleton boven zijn. Nou, een skeleton is minder gevaarlijk. Ja, die kan op je schieten, hè? Ja, nou. Een creeper kan stomme gezichten trekken. En die kan je uitschelden. Ja, en een creeper... Maakt kabam en dan hebben wij misschien nog uit. Ik ga nou echt een keer even dopen. Wist je namelijk dat, dat creepers... Pak je zwaard! Ja, dat komt goed. Je hebt het al dichtgegooid. Wist je dat creepers niks kunnen doen zolang er één blokje tussen zit? Kijk, hij zit nou daar, hè? Ja. Zie je dat? Dus als wij zeggen van, hey, we gaan hier omheen hakken, zo. Dan maken we zo hier even een mooi dingetje. Kijk, hier kan die ook nog niet bij. Zie je, kan al die tijd kan die er niet bij. En daar zitten ze. Nou, hallo. Ja, dan willen ze heel graag ons pesten en ons slaan en ons pijn doen, maar daar trekken we ons niks van aan. Maak hier een beetje ruimte. Hij kan er nog steeds niet bij. Je bent bang, hè? Je bent bang, hè, Do? Nee, ik ben aan het kijken wat jij noemt. Oké. Nou, dan maken we een beetje ruimte, dat we heel gauw naar achteren kunnen, zodat ze ons niet echt compleet dood kunnen maken. Zo, gaan we zo meteen hier staan. En nu gaan we ze steeds een tik geven en achteren. En... En... Boom! En dood! En wie is de koning van de wereld? Oh, sorry. Wat is het dan? Nee, terug! Nou, ik ga even hier gauw doorheen rennen en fakkels plaatsen. Dan weten we ook wat hier allemaal is. Zie, het zijn grotten. Daar hoef je helemaal niet bang voor te zijn. Oh nee. Hallo, creeper! Kunnen we hem aan? Nee. Denk het wel. Hoppakee! Ja, jouw oom die kan. Wij gaan zo terug, hoor. Ik wil eigenlijk wel zien hoe jij deze grot ingaat. Nee. Ik denk dat jij dat heel goed kan. Zullen we de grot in? Nee. Durf je niet? Ben je bang? Nee, David. Oh, Dominique is bang! David, ik wil gewoon niet dat we doodgaan. Schat, we gaan terug. Is goed. Gaan terug, hè? Ja. We hoeven de eieren niet, hè? Gaan gewoon terug, hè? Doen we zo. Doen we morgen wel. Morgen. Even naar links niks. Even naar rechts. Kom. Nog iets. Oh, creeper! Nee, is dat niks? Niks. Oké. Okay. Rennen! Ja, ik. En zet daar. Jij zet daar zo twee stenen neer. Eén is genoeg. Kijk, als jij er hier eentje neerzet, dan komen ze er niet bij. Zie. Dank je. Nou, die grot van jou, ik weet niet. Ja, zit leuk spul in. We hebben straks 10 iron erbij. Dan kunnen we zelfs zeggen dat we. Wat hebben ridders ook alweer aan? Hoe heet dat? IJzeren pakken, dat kunnen wij ook doen. Wat vind je van kippen? Vind je kippen leuk of niet? Ja, nee. Oké. Okay. Hey, we hebben nog niet eens echt gekeken naar alles hier in de buurt. Zal ik eens even voor jou een uitkijktoren maken, zodat jij kan zien waar wij eigenlijk wonen? Ik weet ook hoe dat moet. Heb je al eens een keer in een filmpje gedaan? Nou, ik ga een hele simpele uitkijktoren voor jou maken. Maar maak hem alsjeblieft wel van... Deur! Maak hem van... Wat wou je zeggen? Je was iets aan het vertellen. Wat was dat? Ik zei, dat heb je al eens een keer eerder gedaan.
Ja, maar je wou net iets vertellen. Ja, tuurlijk. Oh, dat. Want ik maak een ladder, zodat je altijd naar beneden kan. Dacht je daarvan? En we hebben 64. We hebben heel veel ladders. Dan moet jij vertellen waar de uitkijktoren mag. En we gaan eerst even slapen, zodat het dag is. En dan morgen gaan we de toren maken.